heel lang actief in de wijkraad, in de wijk geweest. Waarom deed je dat werk? Ja, dus ik hoef niet op de voorgrond. Laat mij maar op de achtergrond het creatieve en de gang erin houden en zo. En dat heb ik dus ook gedaan met die wijkraad toen onze voorzitter overleed. Dus ik heb gewoon de gang erin gehouden. En uiteindelijk heeft dat weer geresulteerd in wat we nu zijn, het bewonersteam Boswinkel. Jenne Smit, ook een speld gekregen. Verrast? Ik was wel verrast, ja. Ik had een uitnodiging gekregen om hier naartoe te komen. Maar ik wist niet precies wat me te wachten stond. Het speld is vooral voor de inzet voor 4 en 5 mei-comité in Glanenbrug. Kun je eens vertellen, wat doe je met dat comité? Nou, het 4 en 5 mei-comité organiseert een stille tocht op 4 mei. Naar het herdenkingsmonument dat op het Heldersplein staat. Wat is nou de reden om dat werk te doen? Nou, de reden was, het gebeurde al in de jaren 80 en 90. Toen is een tijdje geleden geen stille tocht geweest. En toen kwamen we op het idee om de stille tocht weer in ere te herstellen. Gaat het nog lang door? Als het aan mij ligt, gaat het lang door. Is het, de belangstelling is steeds groter. Er lopen steeds meer mensen mee. En dat is een teken dat het toch wel aanslaat in Glanenbrug. Super trots met deze speld. Ja, zeker. Dus het is toch wel een beetje waardering. Nou, oké, ik kwam nu op de voorgrond. Maar eigenlijk had dat niet gewoon. Laat mij gewoon mee doen, een dingetje doen.